Assalamu alaikum dames, ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je heel gemakkelijke hoorntjes kunt maken. Dus je gaat ze niet altijd moeten kopen. Het ziet er veel moeilijker uit dan het is eigenlijk. En je hebt maar twee ingrediënten nodig. Wat dat we wel nodig hebben, zijn van die ijzeren hoorntjes waarop wij gaan draaien. Die vind je meestal in alle Marokkaanse winkels die een beetje huishoudspullen hebben. Ik heb ze zelf van Rotterdam Zwarte Janstraat, maar in België in de Abdijstraat of Rue de Brabant in Brussel ga je dat ook wel hebben. Dan ga ik zo meteen laten zien wat dat we nodig hebben. Het is heel gemakkelijk, heel lekker en het is ook heel luchtige banketbakkersroom, dus niet te zwaar en je kunt die heel snel maken. Het is heel gemakkelijk. Op een half uurtje ben je zeker klaar. En ik weet ook dat iedereen dit gaat kunnen maken. Dus dan gaan we eraan beginnen, inshallah. Wat we nodig hebben is bladerdeeg. Ik heb hier originele bladerdeeg gebruikt. Maar het beste is bladerdeeg met roomboter. Ook gewoon van de Albert Heijn. Dan heb ik een pakje banket bakkersroom. Ook van de Albert Heijn. Je kunt die mengen met water of met melk, maar dat vind ik niet te zwaar. Voor een luchtige, romige banketbakkersroom kunt jij die beter mengen met water en met slagroom, zoals ik nu heb gedaan in mijn video. Dan heb ik ook nog suiker gebruikt, dat kunt jij volledig weglaten. En dan heb je ook nog hoorntjes nodig. En dan gaan we beginnen met ons bladerdeeg te ontdooien. Dus je neemt die gewoon uit de verpakking en legt die 5 à 10 minuten gewoon op je aanrecht allemaal naast elkaar. En dan zijn ze al ontdooid. Dan gaan we onze bladerdeeg snijden. Ik snijd er 3 keer in en dan heb je 4 gelijke stukken. Sommige mensen gaan hun bladerdeeg veel te dun snijden. Dan heb je allemaal sliertjes en is dat heel moeilijk om een hoorntje te maken. Dus waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Dus dat heb ik geleerd omdat ik 1 dagje stage ging doen in een bakkerij. Dat is heel zwaar. Dus dan ga je gewoon telkens 3 keer snijden. En dan heb je 4 gelijke stukken. En dan neem je je hoorntje en begint je onderaan, niet bovenaan. En dan ga je dat erop draaien. En van onder kun je nog zelf een puntje maken. En 2 velletjes is genoeg, dus een halve van zo'n vierkantje bladerdeeg is genoeg. Wat ik wel als tip wil meegeven is, laat een stukje van uw ijzer zonder deeg. Dan kunt jij makkelijker uw ijzer eruit halen zonder dat uw bladerdeeg gaat breken als die van de oven komen. Dus gewoon telkens van onder beginnen. En naar boven. En dan, nu is het eigenlijk ideaal om te stoppen. Ik heb er nog een halfje bij gedaan, dames. Dat moet niet, dat mag. Maar dan is het wel veel moeilijker om uw ijzertje eruit te halen. Dus het beste is om te stoppen bij 2, dus niet nog een sliertje erbij doen om dat helemaal te bedekken. Dat moet niet, dames. Ik heb dat gedaan en dat was verkeerd. En zo ga gewoon blijven herhalen.
ze gerold in grovere suiker. Geen fijne suiker gebruiken, dames. Grovere suiker gebruiken. Deze stap kunt jij totaal weglaten. En ook een tip is om maar één kant, dus alleen maar de bovenkant, in suiker te rollen. En de onderkant niet, anders kan de onderkant heel snel aanbranden, omdat je suiker karamelliseert. Dus gewoon de bovenkant is ook genoeg om in te rollen in suiker. Die ligt dan natuurlijk van boven. Je kunt die ook helemaal in suiker, maar dan moet je oven wel wat lager staan, zodat die niet gaan aanbranden. Rolt jij die in suiker en terwijl je de oven natuurlijk al voorverwarmt. Doe je die in je oven op 200 graden. Totdat die mooi goudbruin zien. Ieder oven is anders. Dus gewoon je oven in het oog houden totdat die mooi goudbruin zien. Dan mogen die eruit. En dan gaan we beginnen aan onze banketbakkersroom. Ik heb er slagroom en water in gedaan zodat het romig is. Anders is die veel te zwaar, dames. En dan is uw hoorntje ook niet echt lekker met romige banketbakkersroom. Is dat echt alsof je lucht eet. Zo. Het gaat makkelijk naar binnen en het is niet zwaar op de maag. Ik heb er dus water en slagroom bij gedaan. En dan ga je dat 2 minuten op de hoogste stand mixen. En daarna heb ik die 5 minuten in de koelkast gedaan. Totdat mijn hoorntjes klaar waren. Dan heb ik in mijn oven gekeken en sommige waren al sneller bruin dan andere. Dan heb ik die eruit gehaald die al goed bruin waren. En de andere heb ik voor een paar minuutjes nog langer in de oven gedaan. En dames, jullie moeten ook uw ijzer eruit halen als uw koekje nog warm is, anders gaat die breken. Het is een minder leuke jobje, maar ja, ik gebruik een handdoekje. Anders ga je verbranden. Want die ijzer is natuurlijk heel warm. En daarna had ik ze nog eens gemaakt, dames. Maar niet tot aan de rand. En ging die er heel makkelijk uit. Echt zonder moeite. Het is gewoon omdat ik tot aan de rand heb gedaan. En dan was dat heel moeilijk om eruit te halen. Vandaar dat ik zeg, dames, laat toch een centimeter uw rand vrij. En dan gaat dat er super makkelijk uit. Dan ga je niet zo sukkelen als ik. En dan er is ook een maniertje zo een beetje draaien, zodat dat loskomt en zodat je koekje ook niet kapot gaat. En dan neem je er een spuitzakje bij. En dan ga je die vullen met uw pudding. De pudding is heel romig, heel luchtig, door de combinatie van water en slagroom. En dan knip je er een puntje uit, dames. Het moet wel echt in een spuitzak of in een andere zak. Anders krijg je je pudding niet helemaal tot de bodem van je hoorntje. Dan neem je je hoorntje erbij en ga je je spuitzak er helemaal insteken. En dan vult jij die. Zo makkelijk is het dus, dames. En zo ga je herhalen voor elk
horentje. En dan, omdat je spuitzak zo helemaal naar onder kan, zijn die heel goed gevuld. En als laatst kun je er natuurlijk bloemsuiker over strooien. Dat moet niet, al zeker als je kristalsuiker hebt gebruikt. Maar dat mag altijd natuurlijk. En dan zijn uw horentjes klaar. Ik hoop dat alles een beetje duidelijk was en dat jullie genoten hebben van mijn clipje. Ik hoop ook dat jullie deze makkelijke, lekkere horentjes gaan maken. Jullie mogen me altijd het resultaat sturen op Snapchat of op Facebook of op Instagram. Jullie mogen me liken, delen en abonneren. Tot de volgende video dan, inshallah.